Yo. Welkom terug bij een nieuwe video. Oh. De slechtste intro ever. Maar ik zit wel in een clan sinds kort. Sinds de afgelopen twee parts heb ik niet eens om doorgedrongen. Er staat nu Vivin. Of WWIN. Ik heb gewoon een clan gejoined van een sub. Ik had er een Uplay beloning voor gekregen. En ik dacht, ik ken die gozer, dus waarom zou ik hem nu ook niet joinen? Gewoon eventjes cool, toch? Krijgen we misschien nog wat extra beloning, is wel geinig. Daar is de uitroepteken waar ik heen moet. Dit is het synchronisatiepunt wat ik al een keer heb gesynchroniseerd. En wat er ook in de buurt is, is wat ik jullie wil tonen. Zal ik in de toekomst ook dit soort video's gaan maken? Kijk, als je goed kijkt, zie je dat dit de locatie is waar ik ben. Dit is de plek waar ik ben. En dit is dus een clubhuis. En deze kun je renoveren. Maar deze heb ik dus al gerenoveerd. Hij is wit. Er staat ook bij clubhuis gerenoveerd. Maar als ik dan naar achter ga, dan zie ik hier een clubhuis die niet is gerenoveerd. Kijk, deze kan ik dus nog kopen. En op het moment dat ik dit soort missies doe, als ik eraan naartoe ga, dan kan ik hem renoveren. Dan is dat clubhuis in mijn bezit. Dan komen er ook nog eens nieuwe sidequests vrij. En als ik die dan ook nog eens oplos, dan verhoog ik dus mijn inkomsten met echt het een en ander. Dat is echt, echt heel veel. Het zijn echt aardig wat inkomsten. Dus ja, ik verdien nu al 28.000 per uur. En dat zal dan sowieso over de 30.000 per uur gaan. Dus dat is echt belachelijk veel. Maar laat maar even weten in de comments of jullie dat ook willen doen. We gaan allereerst eventjes naar het rode kistje toe, dat is in de buurt. En daarna gaan we over naar de uitroepteken. Om de missies verder te doen. We zitten in sequentie 7 op het moment. We hebben ook zojuist Elise ontmoet in de verhaallijn. De hoofdraadlid van de Assassins is vermoord. Dus we zitten lekker in het verhaal. We zijn lekker bezig. Dus ja, het kan eigenlijk alleen nog maar toffer worden om echt al die dingen op te lossen. We zijn namelijk nu nog steeds op zoek naar de moordenaar. De moordenaar van mijn eigen vader. Plus de wow. Wow. Hij hit zo hard, hè. Nou, hier. Dood, jongen. De moordenaar van mijn eigen pa. Maar inmiddels ook de moordenaar van Elise's pa. En inmiddels ook de moordenaar van de raad van de Assassins. Dus, tja, het is best lastig allemaal. Ga ik hem acen, serieus? Oh, jongen. Dit heb ik telkens, hè. Dan doe ik er 2 in 1 keer goed en de derde lukt helemaal niet meer. Oh, zo close. Dan staat ook gewoon je huidige slotenmaker. Skill is niet hoog genoeg. Kijk, zie je? Niet hoog genoeg om dit slot te kunnen openen. Oh, weer close. Part 14, jongens, inmiddels. Wat is dit dan? Hè? Kan ik het niet openen? Hè? Wat is dit dan? Wat is dit nou een kutspel? Ik kan het makkelijk openen. Ik dacht heel even dat ik dit kon lezen. Kijk, er zit inmiddels alweer 28 motherfucking 1000 in mijn kissie. Dus mijn inkomsten zijn echt hoog. Had ik dit maar in het echte leven. Ik ben echt een rijke boy in deze tijdzone. Als je nu in deze tijd in Frankrijk had geleefd, die kreeg 28.000 per uur. Wauw. Mensen die zijn niet serieus de straat aan het vegen voor 100 per uur. Als het niet minder is. Oh nee, dacht het niet. We gaan niet met hun vechten. Kijk, dan gaan ze schieten ook nog. Oh, flikker op. Oh, ze zijn we nu alweer kwijt. We gaan naar de uitroepteken toe, jongens. 90 meter afstand. Prima in de buurt dus. Even alles aanvullen. Zeker voordat er een missie start. En nou ja, in deze sequentie 7 gaan we waarschijnlijk verder waar we de vorige keer met Elise zijn geëindigd. Dus maak je borst maar nat voor meer epische shit. Want de verhaallijn van Unity is simpelweg briljant. Ik moet zeggen dat de patches die er zijn uitgekomen de game echt onwijs hebben verbeterd. Want ik heb echt helemaal geen één glitch meer meegemaakt. Of ja, glitches wel qua enemies, maar qua framedrops en al die klachten die er waren, totaal niet eigenlijk. Dus ik klop het even af. Huppakee. Ik heb niks meer gemerkt. Ik vind dat de patches goed zijn. Laten we beginnen aan sequentie 7, herinnering 3, confrontatie. Wat hoop je hier te vinden? This is where the apothecary says he delivered the poison. I'm hoping I can pick up a trail and follow it back to the source. Pick up a trail. Are you a bloodhound now?
Something like that. Gaat ze stoer doen hoor. Ja, wij zijn nu aan het doen alsof we in L.A. Noir zijn, Elise. En als je daar problemen mee hebt, ga je maar lekker weg. Wow, what the hell. Het is toch wel fijn dat ik een arends oog heb. Ja, dat moet inderdaad. Zal ik ook gewoon die alarmbel even saboteren voor het geval dat? We zitten wel in een blauwe zone, maar ik heb het idee dat als ik hier iets ontdek, er elk moment iemand aan die alarmbel kan luiden. Plus dat ik er gewoon punten voor krijg. Dus waarom zou ik hem dan ook niet saboteren? Het gaat naar boven. The trail ends here. Are you sure? I'm sure. No. Wait here. Don't be ridiculous. I'm not letting you go in there alone. Elise. I have to do this myself. Please. I understand. You'd better come back to me. Nou, daar gaan we dan. Ik ben heel benieuwd, jongens. Naast dat we het spoor volgen, ben ik gewoon ook benieuwd wat we daar aan gaan treffen. Ik bedoel, sowieso, wat laat nou weer zo'n spoor achter? Ik bedoel, dit is natuurlijk wat het arendsoog ziet, hè. Dit is niet wat het normale leven ziet. Maar dit ziet er dan uit als aardig veel vergif wat is verhandeld. En wat via deze weg omhoog is gegaan. En we hebben blijkbaar te maken met iemand die net zo goed kan klimmen als mij. Dus dat is ook altijd een beetje moeilijk. Ja, het is hem. Ik zei het toch? Took you long enough, pisspot. Belek. Should have known it'd be you that find me. Only question is, what happens now? You poisoned Mirabeau. He poisoned us. Peace with the Templars is a fairy tale. And you're the only one who can save the Brotherhood? You think it's the first time this has happened? The first time that the Assassins have been forced to purge their leadership? The first time that the Order has built itself back up from nothing to power? No. Masyaf, Monteriggioni, the American colonies. It's all happened before. And we have risen anew, stronger than ever. But now, we've lost our purpose, Arno. We mired ourselves in politics and revolutions, but we're not a nation. We're an army. And in an army, making peace with the enemy is called treason. No, I'm not the only one that can save the Brotherhood. We can. Together. Belek. You know I can't do that. That's a pity. Belek, please. Come back to the council with me. We can resolve this like reasonable men. Reasonable men don't treat the Templars, boy. Kom op nou. I've been taught you better than this. Get up. Op, fucking. Waarom gaan we vechten met teamgenoten? Oh.
stubborn little fuck, aren't you? Ask anyone. Wauw, het gaat fout. Kom op, wat zijn we aan het doen? Ik weet niet waarom hij zijn zwaard steeds opbergt, maar dat ziet er heel lomp uit. Oh, dat was vet. Ik ontweek zijn duw. Kom dan, hè. Stoere vent dat je bent. Ik heb op met al je zielige praat, man. Open your eyes, boy. I've seen Templars put entire villages to the sword just for the chance of killing one assassin. Tell me, in your vast experience, what have you seen? I've seen the Grand Master of the Templar Order take in a frightened orphan and raise him as his own son. Bro, gaan we nou hip doen? Ben je opeens weer volledig sterk, hè? Coole vent dat je bent. Dit is echt eventjes bikkel tegen bikkel. Kom op. Ik ontwijk ze, what the fuck? Dat was echt even belachelijk. Ouch. Zijn we aan het doen? Oh man, man, man. Oh no. I'm fine. Stay there. I should have left you to rot in the Bastille. Tell me. Did you ever really believe in the creed? Or were you a Templar loving traitor from the start? It doesn't have to be this way, Belek. You're the one who's making it so! If you just see sense, we could take the Brotherhood to a height we've not seen in 200 years! Yes, killing everyone who disagrees with you is a brilliant way to start your rise from the ashes. En nu? What the fuck is die guy? So, now we see the heart of it. It's not Mirabeau that's poisoned your mind, it's her. She's the last piece of this god-fucked lunacy. Belek. You'll thank me for this. One day. Fucking flikker dat het is. Nou, kom op. Maak eindelijk een einde aan die Mogol. Ik heb hem altijd al een lul gevonden met zijn pisspot. Hij is zichzelf ook gewoon kwijt nu. Damn it.
should have listened to me, boy. Fuck. Ga ik ook zeker doen, viezerik. Thank you, my friend. Gotta get you back to that boy of yours in one piece. Don't we, piss pot? Drop this. Well, I'll be damned. So you're really going through with this? Your protege vouches for her. Don't you trust him? With my life, it's the girl I don't trust. Nothing I can say to convince you. I'm afraid not. Thought not. Chin. Chin. Apples aren't there. Zo hé. Dat was echt even een goede herinnering uit deze sequentie. Zeker 5 sterren. Mooi in elkaar gezet. Vette moment. Een beetje kippenvelachtig zelfs soms. Zit gewoon goed in elkaar qua verhaal. En dingen vallen op hun plek. Vind ik mooi. Deacon, I think Abstergo are still riled up about your job last month. Oh, you don't say. Okay, the bridge is open. Go. You can't snoop around Abstergo's secret data without ruffling a few feathers, right? Well, we didn't just snoop, did we? We stole their data, destroyed their precursor samples, and what else? Oh yeah, we melted a few of their servers. That'll do it. Vet hoor, jongen. Soms heb ik een beetje het idee dat die ene, ja, ik weet niet, ik vertrouw die Abstergo gewoon. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik ben minder gaan vertrouwen in de Assassins. Normaal, als je een Assassin's Creed game speelt, ben je vol blind vertrouwen je Assassin aan het bespelen en vind je net ook echt coole characters. Nu vind ik Arno cool, maar heb ik het idee dat hij in gaat zien dat Templars beter zijn. Oké, ik moet er inspringen. Dus dat doe ik zo. Oké, waar kom ik nu weer terecht? Nieuw doel, zoek de uitgang van het riool. This time the portal is above you, a few hundred meters. Oh, holy shit. Dit is vet. Dit is dus het punt. Wauw. Tweede Wereldoorlog. Dit is gewoon wauw. Dit is het punt waar we in Parijs zijn, waar de Duitsers Parijs bezetten. Super vet, man. Echt niet normaal. Before,
You can't linger. Unfinished memories are way too dangerous. You need to find a way out. I'll guide you as best I can. Ik hoop het. Wow, wow, wow. Schiet op. Oeh, daar kon ik maar net aan ontsnappen. Schiet op, nee, ga eruit. Oeh. En nu? Ik beklim de fucking Eiffeltoren, maar... Wow! Holy shit! Ze hebben me door! Hoe vet is het dat de Duitsers op dit moment Frankrijk bezetten? Fuck off! Oké, okay, ik wil er natuurlijk wel ongezien heen. Kijk ze zitten. Wow, dit is wel heel vet in elkaar gezet hoor jongens. Ik heb nog nooit op deze manier een plek, een stad in beeld gebracht gezien. Dat vind ik heel mooi gemaakt. Wow! Het vliegtuig is helemaal gek, man. Je blijft toch niet schieten? Shit. Mafkezen. Holy fucking shit. Hoe kunnen ze het nou weer voor elkaar krijgen om in een Assassin's Creed game zelfs het schietgedeelte goed te krijgen? Dat je gewoon een gun implementeert in... Ja, dat is wel heel vet. Dat je een... Ja, wat? Hoe dan? Tof gedaan. Zelfs naar een Zeppelin toe? Dit is echt debiel. Nee, helemaal daarboven. Your way out. Hurry. Hoe dan? What the hell? Dat is helemaal niet hoog hoor. Oké, dit kwam wel goed uit dat de touw zo hing. Er zullen vast en zeker ook weer andere vliegtuigen komen. Ik hoop het niet hoor. Het gaat nog verdomd goed. Ja, dit is echt de vetste tijdzonescheur die we op dit moment hebben gehad.
Weer een, zie je? Motherfucker. Pas op. Nice. Phew. Gewoon de Eiffeltoren beklimmen. Hoe hebben ze dit in beeld gebracht dan? Dit lijkt mij een handige manier als het kan. En het kan. Kijk maar, zie je, dan ben ik in één keer hier. Vet. Echt belachelijk vet. Damn it, it's gone. Keep going. We can reopen it. That should do it. You'll have to jump. Als dat misging, was ik gewoon dood. Wauw. 5 sterren. Dit is, naast dat het super origineel is, ook nog eens fucking goed in elkaar gezet. Prachtig. En voilà. We're back. Thanks, Deacon. Let's try to keep these transfers to a minimum, okay? Hey, come off it. That's entirely up to your initiate, my friend. I'm not the one leaving so many digital footprints around Paris, you might confuse them for tiny donkey pants. Noted. We'll call you if we need you. Duidelijk, we zijn terug in Parijs. Terug in ons tijdperk, waar we verder moeten waarschijnlijk. Even kijken, ja, de eerstvolgende missie is weer bij de Assassin's Creed Brotherhood. Wat dus inhoudt dat het eigenlijk weer een soort nieuw begin is. Dus ik ga hier de part 14 eindigen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en sowieso je like achterlaten natuurlijk. Dat zou heel erg fijn zijn. En naast die like, laat ook eventjes een leuk comment achter. En check de videobeschrijving even voordat je allemaal vragen stelt. Dus dan kan je gewoon in de videobeschrijving alle info zien die je wil hebben. En mocht je dan alsnog een vraag hebben, kan je hem altijd nog achterlaten. Nou, voor ik de poort ga eindigen, weet ik dat er hier nog een kistje is die al heel lang in mijn ogen brandt. En dit kistje kon ik tot op heden niet oppakken door de geavanceerde sloten die erop zaten. Ik kon de deur niet openen. En nu kan ik dat wel met mijn nieuwe skill. Dus ik ga naar dit balkon en daar open ik de deur. Wow, deze man staat in de muur. gekke boy. Waar is het kistje? Het kistje is daar. Zo was het. Ik kon dus niet via het balkon. Kon ik maar via het balkon. Ik moet via deze deur en dat slot kon ik tot op heden niet openen. Oeh, bijna het laatste jongens. Dan pak ik het kistje op en dan is het einde van deze video. Wauw, die was lastig. Dit wordt hem, zoals ik al zei. Nou, bedankt voor het kijken naar part 14. We pakken dit kistje op en ik zie jullie terug in part 15 waar we naar de Assassin Brotherhood gaan. Tot de volgende video, gasten. Later.